Yes, sir. Motherfuckers. Oh, eraf. Oh, de rep eraf. Nee, daar gaat hij. Oh, weer eraf. Nee, toch. Hey, jongens en meisjes. Welkom bij weer een aflevering van amateurvisser.nl. Het is een uur of negen. Het was de bedoeling om 6 uur op te staan, maar dat is niet gelukt. Maar ik ga door de aasvissen vandaag. Dus ik heb alles in de kamer klaarstaan. Twee hengels, statisch. Hopelijk stroomt het water niet te erg. Dan moeten we eventjes in de gaten houden. Alleen de zon schijnt een beetje. En dat is niet zo heel gunstig, heb ik me laten vertellen. Maar ja, ik heb vandaag vrijgenomen, dus we gaan gewoon proberen. Even wat ruimte creëren in deze grote station van me. Olie heeft niet zoveel zin vandaag, gaat toch allemaal schiften op de kou. Nu moet je nog krabben ook nog. Prachtige herfstkleuren, winterkleuren. Ja, herfst volgens mij. En lekker de rijp op het gras. Dat is wel mooi. Dat is echt wel mooi. Daar kan ik wel van genieten, zeg maar. Zo, ik ben aangekomen. 10 kilo. Nee, ik bedoel, ik ben op de stekker. Dat zien jullie wel. Ah, het water ziet er goed uit. Het stroomt niet hard. Geen rotzooi in het water. Dus we mogen niet klagen. Alleen even oppassen dat je niet het water ontflikkert. Mijn koffie. Dat is toch een hoop spullen wat je allemaal meeneemt zo. Voor je hobby. Voor mij eigenlijk twee hobby's. Want dus filmen en vissen. Ik heb echt heel veel spullen bij. Wat Vis TV met 3 man doet. 4 man. Dat doe ik alleen. Goeie oude hengeltjes. Van Patriot. Patriot hengeltjes. Hier vis ik eigenlijk altijd mee vanaf de boot. En vanaf de kant met dode aas. Dan kun je mee gooien met zware spinnerbeet. Dan kun je mee gooien met zware kunstaas. Perfecte allround hengeltjes en ook niet zo gek duur. Ik denk dat het voor 100 euro zit. Heb je zo. Zo. Doosje kijken. Wat ik allemaal bij heb. Dan heb ik takels nodig. Takeltjes van Spro. Haakmaat 4 eigenlijk. Ja, toch wel iets te kleine haakmaat. Maar dat is nog van de tijd dat ik met kleine haakjes viste. Ik heb geen zin om die allemaal weg te gooien. En ik heb hier toch wel aardig wat snoek op gevangen. Dus ja. Moet kunnen. Denk ik dan. 30 gram is denk ik al genoeg voor vandaag. Ik weet niet of het wat uitmaakt hoe zwaar je lood eraan hangt, maar zeker als het niet zo hard stroomt, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Daar was mijn kril eraan. Haak door de bek. Eentje bij de kop door het velletje heen. En eentje bij de staart net door het velletje heen. Maar niet in de vis. Als je hem aanslaat, dan komt die haak
er goed uit. Weer voren en baas en zo, dan doe ik altijd zo'n stingertje erin, maar dat is hier niet, nu niet echt nodig. Even kijken. Ga ik hem gooien. Daar zo. Hey jongens en meisjes, ik zit. Ik heb alles geïnstalleerd. Ik ben daar helemaal klaar voor. Eens even kijken of ze een beetje willen vandaag. Het water is redelijk goed. Stroomt een beetje en eigenlijk geen vuil en zo erin hangen. Dus dat is aan zich wel goed. De piepers staan aan. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar voor. Het enige wat ik daar ga doen is even mijn jas aantrekken van het warmtepak. Want koud is het wel. Ik heb al beet. Op de rechterengel. Kijk. Zie je dat? Langzaam de ding eraf halen. Yes sir, motherfuckers. Oh, eraf. Shit. Oh, hij is eraf. Shit man, ik ben hier net aan het... ben hier net aan het filmen en ik heb al beta. Ik zit net 10 minuten. En ik heb het opgenomen, maar ja, hij zat er eventjes aan. Maar hij liet eigenlijk meteen weer los. Dat is kut. Zal ik er al eentje gehad? Toch misschien iets langer laten gaan nog, ik weet niet. Schijnlijk als dat voor vandaag, zeg maar. Even hier neerleggen. Hop. Ik zie geen beschadiging op deze vis. Ik dacht dat ik hier even beet op had, maar waarschijnlijk een lijnzwemmer geweest. Kom maar, beet door. Beet door. Ja. Deze hangt. Je gaat er niet meer af. Motherfuckers. Wist wel. Een mooie. Mooi snoek. Geen PH, maar voor hier niet verkeerd. Oh, daar gaat hij eraf. Nee, daar gaat hij. Oh. God damn it. Kan die nog eraf gaan, man? Nou ja, ik heb hem in ieder geval even gezien. Ah, dat was wel zuur. Kregen we een mooie aanbeet. Loopt helemaal los. Ik laat hem echt 10, 15 seconden lopen. Ik sla aan. Ik denk, ja, die hangt. Ik denk, die kan er niet meer vanaf. Hè. Schiet hij hier voor de kant. Schiet hij nog eraf. Dat is wel een 90er, denk ik. Beet wel allemaal op de horstmakreel, dus... Die makreel heb ik nog geen beet op gehad. Nou. Kut. We mooi twee snoeken kunnen hebben. Ik ga ze eens anders vastmaken. Ik doe ze niet meer door de bek. Ik doe ze door de staart. Volgens mij moest dat ook oorspronkelijk, omdat ze hem altijd vanaf de kop pakken. Misschien dat ik daarom al die losses heb. Hè. Dat zou zomaar kunnen. Dus gaan we ze even zo pakken.
kijken of ik hem dan of ik hem wel eruit kan halen. Twee van die lossers is wel zuur. Nou jongens, wat is dit? Zeg het maar. Ik dacht dat ik de drijf verkeerd eraan had zitten. Nu de derde joekel van een aanbeet. Gewoon weer eraf. Kan zijn dat het kleintjes zijn. Ik heb Jurgen even geappt. Misschien is het kleine snoek, dat kan. Dat voelde niet zo eigenlijk. Dus ik weet niet, ik kan gewoon niet meer vissen. Ik ben gewoon echt... Ik heb dit te lang niet meer gedaan. Ik heb dat ik alleen maar lossers op de video staan, jongen. Ja, van die mensen die dan beginnen te zeiken. Oh, als je geen video, niks vangt, moet je geen video maken. Ja, daar snap je er echt niks van. Hè. Als ik zin heb om een video te maken, maak ik een video. Lekker puh. En als je niet vindt, niks vindt, dan moet je niet kijken. Maar ja, misschien leert iedereen er weer wat van. Hè. Dat kan, hè. Onder andere ik. Maar een beetje simpel van, ik had 3 snoeken kunnen hebben. Het is nu 1 uur 's middags of 1:30 denk ik. Stralende zon, het is niet eens snoek weer. En ze bijten allemaal, maar ze laten allemaal los. Zeg het maar, wat is dat? Moet ik meteen aanstaan, moet ik ze nog langer laten gaan? Moet ik grote haken gebruiken, andere dreigen gebruiken? Moet ik, weet ik veel, voeren? Wat doe ik verkeerd? You tell me. Ik vind het echt wel irritant worden. Maar ja jongens, zoals altijd, vis gezellig mee. Hè. Het is altijd leuk dat jullie meevissen. Een stuk gezelliger dan alleen aan de waterkant zitten. Meteen een kans om een nieuwe camera een beetje uit te proberen. Het kan zijn dat de beelden nog niet helemaal zijn zoals ze moeten zijn, maar dat is een kwestie van even experimenteren met de camera. En hoe dan ook. Ik hoop dat ik nog een visje kan laten zien vandaag. Het zou mooi zijn. Het blijft in ieder geval zitten tot donker, dat weet ik wel. Misschien nog wel wat langer. Moeten we godverdomme toch een snoek uitkrijgen, hè? Zou je zeggen. Maar vaak is het met een snoek zo, als je ze gevoeld hebt, die slaat aan en... Zij hebben de haak niet gevoeld. Dan kan het zijn dat ze nog een keer bijten. Als ze honger hebben, bijten ze nog een keer. Eentje heb ik nu een makreel eraan gedaan, de andere is weer de horstmakreel. Alleen ook beet gehad op de horstmakreel. Makreel heb ik nog niks gehad. Maar goed, we houden stug vol. Inmiddels weer een aanmeet gemist net. Het is een stuk mistiger geworden. Wordt ook meteen een stuk kouder. En op het moment dat dat gebeurt, krijg ik weer een aanbeet. Dus ja, of dat dan daaraan ligt. Maar het is wel een stuk kouder geworden nu. Nou jongens, schiet mij maar lekker. Ik heb echt geen idee wat ik verkeerd deed. Ik denk dat mijn montage slecht was. En ik denk dat ik de vis verkeerd om... op de dreig zetten. Het kan van alles zijn, dus ik ga me eens een beetje verdiepen in doodaas montages. En in de volgende video zal ik dan een nieuwe montage laten zien die waarschijnlijk wat beter werkt. Maar ik ben ook benieuwd naar jullie tips en trucs. Ik zou zeggen, laat het weten in het commentaar. En dat zien jullie dan in de volgende aflevering. Maar goed, dat was het voor vandaag. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything